Hoi Tom, waar breng je die straalmotoren naartoe? Naar de garage om te repareren. Oké, laat de straalmotoren maar uit om aan de slag te gaan. Wacht, waar zijn ze nou? Inderdaad, de autopatrouille moet ze zoeken. Matt? Frank? Tom is straalmotoren verloren en we moeten ze vinden voordat er ongelukken gebeuren. Tom, kan jij Matt en Frank laten zien waar je bent geweest? Denk je dat je de straalmotoren hebt gezien? Maar waar? Het is die ondeugende Tyler. Pak hem, Matt. Het wordt moeilijk voor Matt om Tyler bij te houden. Geen zorgen, Matt. Misschien lukt het Frank Tyler te vangen. Frank, je moet de weg blokkeren. Tyler is te snel voor Matt om gearresteerd te worden. Wacht! Waarom rijdt Tyler steeds sneller en sneller? Ongelooflijk! Hij gebruikt die hobbel in de weg om over Frank heen te springen. Zo te zien brengt de file Tyler wel tot stilstand. Wat is het, Tyler?
Kan je niet afremmen? Oh nee, daarom moest Tom de straalmotoren waarschijnlijk repareren. Snel, ga richting het zand. Nou, dat is één manier om een snelheidsduivel te stoppen. Wat nu, jongens? Je hebt gelijk. Volgens mij heeft Tyler wel zijn lesje geleerd. Goed idee. Laten we de straalmotoren repareren voordat ze nog meer problemen veroorzaken. Misschien moet je Tyler ook naar de garage brengen. Bedankt weer voor jullie hulp vandaag, autopatrouille. Tot de volgende keer. Hoi Jerry, alles goed? Je ziet er moe uit. Wat is dat? Ben je daardoor wakker geworden? Wat ga je nu doen, Jerry? Je moet rusten voordat je morgen weer kunt werken. Misschien moet je hulp vragen, Jerry. Hoi jongens, ik weet dat het laat is, maar er is een probleempje. Jerry kwam net terug van een harde dag werken en hij probeert te slapen. Maar iemand speelt harde muziek af op de speelplaats. Kunnen jullie uitzoeken wie dat precies doet? Perfect. Laten we gaan. Hoi Jerry. Ik hoor de muziek nog steeds. Weet jij waar het precies vandaan komt? Zag je lampen branden bij de bouwplaats? Waar ben je, papa? Ja, ik denk dat jullie daar maar even een kijkje moeten nemen. Jerry, jij moet hier blijven om te rusten. Kijk al die lichten. Denken jullie dat de muziek daar vandaan komt? Dat is interessant. Waar gaan zij nu heen? Ze zien er wel belangrijk uit. Volgens mij verstoppen ze zich achter de container. Chuck, kersenplukken? Veroorzaak jij al die harde muziek? Jerry kan er niet van slapen. Je muziek is heel mooi, maar misschien moet je een andere plek vinden om te draaien. Waar ben je, papa? Waar kijk jij naar, Hector?
een leeg gebouw. Oh, dat is een goed idee. Denk je dat Chuck kan oefenen in het lege gebouw? Frank, kan jij Chuck helpen alle materiaal te verplaatsen? Het spijt Chuck heel erg, Jerry. Hij was aan het oefenen, maar hij wilde je niet wakker maken. Jerry wil je heel graag horen draaien, Chuck. Waar ben jij geweest, Hector? Het zijn Amber, Carlo en Katie. Hallo allemaal. Ik denk dat ze je willen horen draaien, Chuck. Goed gedaan, autopatrouille. Alweer een probleem op autopatrouille. Ah, nog een prachtige dag in Autostad. Zo te zien zijn Matt en Frank vroeg voor hun autopatrouille. Wacht eens even, waar komt die rommel vandaan? Hopelijk zijn er niet nog meer vuilnisbakken overstroomd. Laten we verder opkijken. Jullie hebben gelijk. Hier ligt nog meer rommel. Het ligt op bijna elke straat in Autostad. Er ligt zelfs rommel buiten het ziekenhuis. Geen zorgen, Amber. Matt en Frank zoeken het al uit. Wat? Sluiten jullie het ziekenhuis totdat de rommel is opgeruimd? Hoi jongens, Amber zegt dat het niet veilig is om het ziekenhuis open te houden met al die rommel. Goed bedacht, Matt. Gary, de vuilniswagen, heeft alles binnen no time opgeruimd. Denk je dat dit Gary's schuld is, Amber? Jullie kunnen hem maar beter snel vinden. Hey, daar is Gary. Maar wat doet hij daar? Heb je zitten spelen in plaats van alle rommel opruimen, Gary? Wat is er aan de hand, Gary? Oh, ben je de hele nacht al ziek? Inderdaad, Matt. Haal Amber op voor hulp. Hoi, Amber. Matt en Frank hebben Gary gevonden. Maar hij is heel ziek. Kan je naar de speelplaats komen? Thank you.
Wat denk je dat hij heeft, Amber? Heeft hij te veel gewerkt? Dan kunnen we hem beter helpen en bijtanken. Of niet? Matt, heb je toevallig een reserve benzinetank? Zo te zien voelt Gary zich al beter. Wauw! Je bent weer klaar om op te ruimen, Gary. Misschien kan je beginnen bij het ziekenhuis. Amber moest sluiten omdat het niet veilig was met al die rommel buiten. Perfect. Zo te zien is Autostad weer schoon. Goed werk allemaal. Nee, Suzy. Iemand heeft die vuilnisbak omgereden en nu ligt er overal rommel op het strand. En wie dit gedaan heeft, heeft het hele strand vies gemaakt. Goed idee. De autopatrouille kan de dader opsporen. Hoi jongens, we hebben jullie hulp snel nodig. Iemand heeft alle vuilnisbakken op het strand omvergereden en het strand verpest. Kunnen jullie de dader zoeken en oppakken? Perfect. Komst, autopatrouille. Zoals jullie kunnen zien, ligt het strand vol met rommel. En jullie moeten uitzoeken wie dit gedaan heeft en hem stoppen. Goed idee. Hector kan vanuit de lucht het strand bekijken. Matt onderzoekt het noordelijke strand. En Frank, jij onderzoekt het zuidelijke strand. Geen zorgen, Suzy. De autopatrouille gaat aan de slag. Heb jij toevallig gezien wie de vuilnisbakken heeft omvergereden, Bobby? Genieten jullie van een leuk potje voetbal, Christopher en Billy? Hebben jullie toevallig gezien wie de vuilnisbakken op het strand heeft omvergereden? Dan moeten we nog even verder zoeken. Hoi Deen, wat een prachtige dag, of niet? Ben je de zee aan het bewonderen? V-
Frank is op zoek naar degene die de vuilnisbak op het strand heeft omvergegooid. Nee. Heb jij iemand gezien? Oh. Oeh, canapé, apathie, help. Dat is een goed idee, Frank. Als we de dader niet kunnen vinden, moeten we het strand wel weer schoonmaken. Ah. Ziet er verschrikkelijk uit. Het is altijd belangrijk om op te ruimen. Waar je ook heen gaat. Het park, je huis en natuurlijk het strand. Oeh, canapé, apathie, alaba. Ja, het is inderdaad jammer dat we de dader niet hebben gevonden. Haha, Deen, jij was de dader. Oh. Het is goed, het was een ongeluk. En ongelukken gebeuren. Autopatrouille. Wat is er toch aan de hand in Autostad? Iedereen rijdt overal maar rond. Zelfs Matt en Frank doen dat. Hé jongens, wat is er aan de hand? Oh, het is een olievlek. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar waar komt het vandaan? Misschien moet je het onderzoeken. Oh-oh, het licht is rood. Matt kan nog wel stoppen. Maar Frank moet uitkijken, want anders glijdt hij zo uit over de olie. Gaat alles goed, Frank? Nou, je bent gestopt. Maar je staat nu wel met je neus de verkeerde kant op. Het licht staat op groen, Frank. Draai snel om, zodat je achter Matt aan kan rijden. Wat zie je daar, Frank? Oh, het is Tyson, de brandstofauto. Maar er lekt wat uit zijn tank. Wacht even, Matt. Hoor jij Franks sirene ook? Dat betekent dat je hem moet volgen. Hey Tyson, hoor je die sirene achter je? Dat betekent dat je nu moet stoppen. Oh jee, volgens mij maakt al die olie het niet makkelijk om te stoppen. Inderdaad Tyson, je bent al een tijdje olie aan het lekken. Ik denk dat zijn tank gerepareerd moet worden. Laten we Tom de takelwagen roepen. Perfect. Tom is onderweg om te helpen. Daar komt Tom aan. Wow.
Zo te zien heeft Tom het gat gevonden. Wat ga je eraan doen, Tom? Oh, zo te horen heb je werk te doen, Matt. Je moet lijm in dat gat doen, Matt. En dan een metalen plaat eroverheen leggen, oké? Okay? Perfect. Je hebt hem gerepareerd. Goed werk, jongens. Er moet nog één ding gebeuren. Autostad moet worden schoongemaakt. Oh, dat is een goed idee, Frank. Het duurt niet lang als iedereen gaat samenwerken. Come on.